Kaarsjes zijn geplaatst op oorlogsgraven bij de begraafplaats Memento Mori. Al enige jaren wordt er op kerstavond een kaarsje geplaatst op de oorlogsgraven. Door heel het land wordt dit gedaan. Het idee om kaarsjes te plaatsen bij oorlogsgraven door heel Nederland is ontstaan bij Dick Jansen uit Bergum. 4 dagen voor kerstavond 2015 kreeg hij het idee om dat te doen. Net zoals dat al 25 jaar gebeurde op de Canadese begraafplaats in Holten. Al snel kwam het idee om dat door heel Nederland te doen. Hij heeft daarom een bericht op Facebook geplaatst. Het bericht werd massaal opgepikt door de media. Op kerstavond brandden toen op meer dan 140 plaatsen in Nederland kaarsjes bij de oorlogsgraven.